Welkom allemaal bij dit webinar. Ik ben Menno Bromwasser, projectleider voor de wijkaanpak Kurijnstok sinds afgelopen zomer. En ik ben de presentator van vandaag. Nou, de wijkaanpak Kurijnstok zijn we in 2018 gestart. En het doel daarvan is om zoveel mogelijk woningen te verduurzamen. En bij de bewonersavond afgelopen januari kwam het onderwerp warmtepomp regelmatig naar voren. Vandaar dat we dus dit webinar hebben georganiseerd. Nou, wat er aan bod komt dit webinar is een stukje over de techniek, iets over de kosten en we zullen ingaan op wat er nodig is in je huis. En ja, weet dat dit webinar wordt opgenomen, dus kunt het altijd terugkijken. En voor dit webinar hebben we twee sprekers uitgenodigd. Kijk eerst naar rechts, Maaike, kun je iets over jezelf vertellen? Ja, tuurlijk. Dankjewel. Ik ben Maaike Wollers en ik ben de duurzaamheidsmakelaar in Kurijnstok. En een aantal van jullie ken ik ook. Ik heb gezien wie zich allemaal aan heeft gemeld. En er zijn best wel wat mensen waar ik al op bezoek ben geweest. Wat doet een duurzaamheidsmakelaar? In deze wijk help ik mensen met het verduurzamen van hun woning. Dus dat wil zeggen, kijken of isolatie geplaatst kan worden. Of dat nodig is, of dat het slim is. En welke doe ik dan als eerste, of welke doe ik als laatste. Maar er hoort ook een stukje installaties bij. En er hoort ook soms wel financiering bij. Met ja, maar ik heb dit geld helemaal niet. Waar haal ik dit vandaan? Of wat is slim? Of wat moet ik? In de breedste zin van het woord help ik mensen in Kurijnstok. Volledig gratis, misschien ook nog wel belangrijk om te noemen. In de breedste zin van het woord met verduurzamen van hun woning. Oké, dankjewel Maaike. Arjan, wil jij jezelf even voorstellen? Ja, ik ben dus Arjan Broers. Ik ben eigenaar van Synergy, adviesbureau in Breda. Wij adviseren op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van duurzaam bouwen, installaties. Mm-hmm. En we helpen voornamelijk bedrijven, maar we helpen ook particulieren met ofwel de verduurzaming van bestaande woningen, ofwel het duurzaam bouwen van nieuwe woningen. Oké, dankjewel voor het voorstellen. Oké, even een stukje context, want het nieuwe verwarmen, we hebben het nu vanavond over de warmtepomp. Dat is een van de mogelijkheden om van het aardgas af te gaan. En we hebben daar in 2021 al met bewoners naar gekeken wat is nou de beste mogelijkheid om te gaan verwarmen zonder aardgas. Als je kijkt naar Kurijnstok, dat ligt in Tilburg-Noord. Je ziet een mooie vlinder op het plaatje, zoals die ook al wordt genoemd. En het groene gedeelte ligt Kurijnstok. En daar is eigenlijk de beste oplossing om dat met een warmtenet te verwarmen, de woningen daar. Dat heeft verschillende redenen. Onder andere omdat er al in Tilburg-Noord een warmtenet ligt. Dat is wel iets ouder en nog niet in Kurijnstok. En de woningen liggen dicht bij elkaar. Met deze wijkaanpak hebben we als doel om zoveel mogelijk te verduurzamen. We willen jullie graag goed informeren. En er hoort ook te informeren over de warmtepomp bij. Kom je in de situatie dat je cv-ketel het begeeft of hij is afgeschreven, hij is aan het einde van zijn levensduur, dan is het wel een goede tussenoplossing om in ieder geval te overwegen om een hybride warmtepomp te nemen. Daar zullen wij nu vanavond meer over vertellen. Dus wilt u nog meer informatie daarover lezen, kijk dan vooral op onze website duurzamertilburg.nl. Maaike. Ja, wat is een warmtepomp? Daar mag ik beginnen. Ja, ik doe een kleine introductie op wat is nou eigenlijk een warmtepomp. Mogelijk zie je nu een plaatje in beeld. Althans, ik zie een plaatje in beeld. Waar de ketel hangt en waar een soortgelijke ketel van formaat naast hangt. Dat is een hybride warmtepomp. Waarom is een warmtepomp eigenlijk nu in opspraak en wat doen we nou en waarom? We zijn op zoek naar manieren om van dat gas af te gaan. Dat is eigenlijk wat Menno net al aangaf. We moeten gaan verduurzamen en we moeten dat gas gaan stoppen. Maar hoe gaan we dat doen? Gaan we terug naar kolen of iets anders? Nee, we zoeken naar duurzame oplossingen. Daar is de warmtepomp een van de opties. Waarom is dat een optie? Omdat hij heel efficiënt is. Hij levert op een hele goede, zuinige manier warmte. Maar hij is ook vrij makkelijk te plaatsen in een situatie zoals wij onze huizen hebben gemaakt. Ik zeg nu één op één, daar komen we straks ook nog op terug. Maar het is wel een vervanging van die ketel. Mm-hmm. Dus daarom zijn warmtepompen zeker wel interessant om naar te kijken. Ja, en is die warmtepomp nou eigenlijk zo nieuw?
Ik denk dat veel mensen denken als een warmtepomp, best spannend. En wat is er dan? Ja, nieuw wil ik dat wel. En ik wil die kinderziektes niet. En alles wat daarbij hoort. Maar een warmtepomp is helemaal niet nieuw. Want iedereen heeft al een warmtepomp in huis. Want eigenlijk is een koelkast ook gewoon een warmtepomp. Alleen die levert het net andersom. Want daar willen we juist koude hebben. En binnen in die kast waar je je kaas en je melk neerzet, is het koud. Maar aan de achterkant zit juist heel veel warmte. En die warmte moet hij juist kwijt. En daarom is het achter de koelkast, heeft hij een beetje ruimte. En hij moet zijn warmte kwijt. Ja, dat is ook al een warmtepomp. Dat systeem. En daar zit een compressor in. Iedereen heeft wel eens een koelkast aan de achterkant gezien. En een koude middel, wat zo giftig is. Waarom we een koelkast niet meer zo ergens neer mogen gooien. Nou, die techniek, dat maakt dat een warmtepomp de koude kan leveren. Of in ons geval voor een huis, de warmte. Ja. En die techniek voor de warmte bestaat er ook al langer inmiddels? Ja, ik denk als we nu kijken naar hoe lang een warmtepomp al staat, en dan kijk ik ook een beetje met scheef oog naar Arjan, ik denk dat we al richting 10 jaar zeker gaan dat warmtepompen gewoon in woningen geplaatst worden. De frequentie gaat natuurlijk nu pas echt omhoog. Mm-hmm. Maar dat we dat in woningen aan het doen zijn, ja, daar zijn we eigenlijk al best wel wat jaar. Ja. Dat het dan goed op de markt komt, is iets anders. Oké. En wat zo speciaal is tot op zekere hoogte aan een warmtepomp, is dat hij zijn warmte van iets neemt en hij maakt die warmte beter of hoger, warmer, om het af te geven. En dat maakt dat je dat eigenlijk op allerlei manieren kan doen. Je kunt warmte uit de lucht halen. Daar heb je bijvoorbeeld de grote airco-units voor. Maar je hebt ook warmtepompen die alleen maar uit de lucht warmte halen en vervolgens het via water, via de radiatoren afgeven. Ja. Andere systemen waar dit plaatje ook naar verwijst is een hybride warmtepomp. Dat is een warmtepomp, vaak op lucht, met een ketel. Dus er zijn twee soorten warmtebronnen die je huis verwarmen. Een airco, een normale gewone airco, is ook een warmtepomp. Maar hij kan ook de warmte uit de bodem halen. Zijn basiswarmte, startwarmte van een warmtepomp kan ook met lussen, grote leidingen die er rond in gaan, dat daar het warmere water omhoog gepompt wordt. En een andere die ook steeds gewoner wordt om te gebruiken, is uit panelen. Dus dat je een zonnepaneel hebt. En een zonnepaneel ontwikkelt best wel veel warmte aan de onderkant. Als je daar buizen met een vloeistof of met water achter plaatst, dan wordt die vloeistof warm en die kan de input zijn voor jouw warmtepomp. Dus als je zegt warmtepomp, ja, dan heb je nog steeds aardig wat variatie en mogelijkheden. We spreken vaak, als het over een warmtepomp gaat, over de hybride warmtepomp of de lucht-water-warmtepomp. Dus dat is in dit geval met buitenlucht en het middelste plaatje. Oké, dankjewel. Ja, veel techniek inderdaad. Iris, zijn er inmiddels vragen binnengekomen of reacties van de mensen? Kun je daar iets over vertellen? Zeker. Er zijn 3 reacties binnengekomen, waarvan de ene is: ik vroeg duidelijkheid over het verschil tussen een warmtepomp en een hybride warmtepomp. Mm-hmm. Ja. Hoop ik al een beetje iets van gezegd te hebben, want hybride wil echt zeggen dat je dus eigenlijk je warmtepomp zijn werk laat doen en daar dus warmte van buiten neemt, die elektrisch beter nog warmer maakt. En op momenten dat die hybride warmtepomp niet kan functioneren, dus het is buiten te koud, dan pakt hij de ketel over. Ja, en dan voor het warm water. En het warme water blijft ook van de ketel komen. Want dat is inderdaad altijd, ook door mij wel eens, een ondergeschoven kindje. Want je hebt je ketel en die maakt je huis warm. Maar die maakt ook tapwater warm. En die maakt ook je douche warm. Ja, waar komt dat dan vandaan? Want dat heb je gewoon instant nodig. En daar zijn ook aanvullingen voor. Ja, hybride betekent eigenlijk dat je zowel je gasketel hebt als dat je ook nog een warmtepomp ernaast hebt. Net zoals hybride auto's, hè, die dan een elektromotor hebben en een gasmotor nog. Dus hybride staat eigenlijk gewoon voor het feit dat je allebei nog hebt. Ja. Oké, ik hoop dat dat goed antwoord is op de vraag. Zijn er nog andere vragen hier? Een van de andere vragen is: wat wordt met een tussenoplossing bedoeld? Maar ik ga ervan uit dat jullie die vraag net hebben beantwoord. En een derde vraag is: ik ben benieuwd wat de investering is en wat de voorwaarden zijn aan mijn huis om een warmtepomp functioneel te maken. Oh, goeie vraag. Die komen zo meteen. Die zit er zeker in. Ja, dus die komt terug. Die komt terug. Komt goed. Oké. Ja, ik wilde. Ja, was zelf ook nog wel benieuwd van. Ja, is dit nu de oplossing? Is de warmtepomp de oplossing? Ik zou willen dat ik die glazen bol had.
Ik zou willen dat ik kon zeggen, met, nou, over 20 jaar zitten we op die en die techniek. Mm-hmm. En dat gaat het zijn. Ja, dat weet ik simpelweg niet. Ik weet alleen dat we heel hard zoekende zijn naar hoe kunnen we zorgen dat een hele stad van het gas afgaat. Want dat is iets anders dan individueel iemand. Ja. Dus we zoeken naar collectieven en naar trajecten waar hele wijken op kunnen. Maar we weten ook dat we meer elektrisch willen. En dat elektrisch 1-op-1 niet per se de beste manier is. En dat die warmtepomp dus echt wel heel interessant is. Mm-hmm. Zeker, en dan haak ik even terug op die tussenoplossing. Omdat we niet precies weten wat de eindoplossing gaat zijn. Of wij over 50 jaar alles elektrisch doen of alles collectief of misschien waterstof of roep alles wat je kunt verzinnen. Ja. Dat weten we niet. En daarom zeggen we dat dit een tussenoplossing zou kunnen zijn. Oké, okay, duidelijk. Arjan, heb jij daar nog aanvullingen op? Ja, nee, elk probleem vraagt om een oplossing. En je hebt inderdaad niet één oplossing. Er zijn meerdere technieken en het hangt ook af van de infrastructuur. En daar stuurt de gemeente weer een beetje in. Dat heb je al min of meer verteld, ook met dat plaatje over Kirijnstok. En binnen die context krijg je mogelijkheden om van het gas af te gaan. Maar het is duidelijk, mm-hmm. 2050 moeten we allemaal van het gas af. Dus we zullen iets moeten. Warmtepomp is één van de oplossingen. Ja, en met het stroomgebruik, hoe zit dat dan bij de warmtepomp? Ja, dus je moet je realiseren dat als je van het gas afgaat, dat die energie, die halen we dan niet meer uit het gas. Die halen we dan uit elektra. En mm-hmm. Dat gaat best wel hard. Hè. Dan moet je echt wel denken aan misschien wel 2 tot 3, 4 keer het verbruik wat je nu hebt. Afhankelijk van wat je nu aan verbruik hebt. Ja, dat vraagt weer iets van je meter mogelijk, hè? Of je aansluiting, de groepen in je meterkast. Ja. Maar ook het net. Is het net voldoende groot om alle huizen van het gas af te halen en op elektra aan te sluiten? Okay. Dat zijn natuurlijk vraagstukken waar mensen thuis niet mee bezig kunnen zijn. Nee, dat is ook voor een groot deel aan de gemeente wat dat betreft, of aan de netbeheerder. Ja. Nee, dankjewel. Maaike, jij adviseert mensen ook voor het financieren. En ja, kun je daar iets over meer over vertellen? Ja, hoe kun je dat doen? Ja, maar ik kijk naar een heel verduurzamingsproces. Dus ik kijk in het totaalplaatje. Dat begint vaak met isoleren. Maar naast isoleren, dus je huis beter inpakken, komt daar ook installaties bij kijken. En installaties kan een warmtepomp zijn. Mm-hmm. Dat gaat snel over bedragen die mensen niet per se op de bankrekening hebben staan. Ja. Dus daar zijn ook vanuit de overheid, omdat wij 2050 nog wel als doel hebben staan, wat Arjan net al zegt, we moeten. Dus daar moeten we stap in maken. Zijn er wel wat trajecten en wat dingen voor gestart? In basis is je eigen geld het makkelijkste en de beste weet ik niet, maar wel een hele goede optie. Als je geld hebt, dan is dat een goede weg. Ook het de verduurzamingshypotheek, dus een deel opnemen van je hypotheek. Daar zit een deel, of een deel mag vanuit de hypotheek besteed worden aan het verduurzamen van je woning. Daar hoef je geen extra dingen voor te doen. Dat zijn allemaal redelijk standaard gewone dingen. Wat er sinds enige tijd is, het warmtefonds. Dus een rijks leningstraject. En het is een traject wat best wel wat investering vraagt aan de voorkant aan dingen aanleveren. En hoe sta je er financieel mm-hmm. voor? Heb je een schulden? Heb je een laag inkomen? Alles wat daarbij hoort, dat lever je aan. Alles gaat digitaal. En vervolgens wordt daar een lening aan je verstrekt. Ik heb nog niet zo heel vaak meegekregen dat die afgewezen wordt. Wel eens dat je aan moet passen of dat je dingen wil meefinancieren die niet te financieren zijn via deze weg. Want het gaat echt alleen maar om verduurzamen. Ja. Dus ga je je dak vervangen omdat je dat leuk vindt. Ja, dat wil nog niet zeggen dat je daar en iets doet. Dat wil niet zeggen dat je dan je hele renovatie mee kan nemen. Als je de binnenkant mooi af gaat stukken, doet dat niks aan jouw isolatie. Maar het warmtefonds heeft ook gewoon goede rendementen. Goede rentepercentages. Dus ik heb zelfs een situatie meegemaakt. En ik ben daar zelf heel, heel positief over. Dat iemand van mij vroeg maar ik weet het allemaal niet. En ik heb dit geld helemaal niet. Nou, laten we het traject ingaan. Laten we gaan kijken. Laten we gaan proberen. En ik kwam op een 0% lening uit. Dus die hoeft geen rente te betalen. En elke
volgens mij 3 jaar of een bepaalde periode wordt opnieuw overwogen met, hey, is de situatie nog hetzelfde? Wat dus betekent dat ook mensen met een hele kleine portemonnee gewoon wel daadwerkelijk stappen kunnen maken. Want die kunnen ook mee en die hebben geen last of minder last uiteindelijk als we weer zo'n winter krijgen dat het gas enorm duur is. Om die mensen ook echt te kunnen helpen. Dus geld is niet per se het eerste waar ik door teruggehouden word. En we hebben nog een subsidie. ISDE-subsidie vanuit het Rijks. Die wordt uitgekeerd op het moment dat je een product hebt aangeschaft of en hebt laten installeren. Je kunt overleggen, dus kunt laten zien met, hey, ik heb een factuur en ik heb een foto. Vaak hoort die er ook nog bij. En een afschrift. Ik geloof dat dat de 3 dingen zijn die je nodig hebt om die subsidie aan te vragen. En dan krijg je binnen enkele weken krijg je een vast bedrag. Wat bij dat type systeem of installatie hoort, krijg je op je bankrekening teruggestort. Oké, nou ja, veel mogelijkheden in ieder geval om of te financieren of achteraf de subsidie nog te krijgen. Ja, en misschien een mooie aanvulling denk ik nu. Bij de ISDE-subsidie was het voorheen dat je 2 maatregelen moest nemen om überhaupt iets terug te krijgen. Dat is alweer enige tijd zo dat het er maar 1 is. Maar ik kom nog steeds met regelmaat tegen, ja, maar dan moet ik 2 dingen doen. Nee, je hoeft nu maar 1 ding te doen om iets terug te krijgen. Doe je een 2e, krijg je wel meer terug. Dus dat ook dat maakt alles om die drempel te verlagen om wel maatregelen te nemen. Ja, interessant. Oké, dankjewel. Arjen, we graag het woord aan jou geven. Kun je wat meer vertellen over de installatie? Ja, natuurlijk. Ik heb wat plaatjes meegenomen. We hebben net Maaike horen zeggen dat de warmtepomp een hele efficiënte manier is van verwarmen. Ja, en ik heb iets meegenomen om te bewijzen dat dat inderdaad zo is. Gelukkig, heb ik het goed gezegd. Op het moment dat je elektrisch gaat verwarmen, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan elektrische kacheltjes of infraroodpanelen. Dan zet je eigenlijk 1 kilowatt elektra zet je om in 1 kilowatt gas. In 1 kilowatt warmte. En dat werkt, maar dat kost enorm veel energie. Wat doet een warmtepomp nu? Die maakt dus gebruik van een bron, van een omgeving. Dat kan buitenlucht zijn. Ook dat heeft Mike al verteld. Het kan via een bodembron, via de buitenlucht. Het kan in panelen, zonnepanelen zitten. Maar die warmte, die trekt hij aan. Die zuigt hij als het ware aan. En die betrekt hij ook bij het verwarmen van de woning. Dus als je naar dat plaatje kijkt, dan kun je met 1 kilowatt aandrijving, dus 1 kilowatt elektra, zuig je 3 kilowatt omgevingsenergie aan, warmte uit lucht, zoals gezegd. En daarmee geef je 4 kilowatt aan warmte af. Dat is een rendement van 400%. Eigenlijk iets wat normaal gesproken niet kan, hè, meer dan 100%. Maar ja, in dit geval kan het dus wel, 400% rendement. En als je dan kijkt naar een airco waarmee je verwarmt, is dat rendement, ja, hoe is het dan met het rendement? Ja, die doet precies hetzelfde. Dit is overigens, val me er niet op aan als je een airco hebt die geen 400% haalt. Het kan ook 300 zijn, het kan ook 500% zijn. Ze wisselen, de ene werkt wat efficiënter dan de ander. Een warmtepomp op een bodembron die zal wat efficiënter werken dan die airco die je thuis hebt. Die airco die heeft misschien 1 op 3, maar ook die is enorm zuinig. Een stuk zuiniger dan een gas of een elektrakacheltje. Ja. We krijgen wel eens de vraag, ja, past het? Het is natuurlijk een oplossing die we in woningen willen inbouwen. Dat moet geen techniek zijn die om nieuwe dakkapellen vraagt. Nee, het moet gewoon plaatsen of passen op de plek waar je gasketel hangt. Dat kan over het algemeen. Dit is een plaatje van een all-electric warmtepomp. Dus geen hybride, dus all-electric, alleen maar een warmtepomp. Waarom zie ik dan 3 apparaten? Dat komt omdat je iets zult moeten doen voor je warm tapwatervoorziening. Als je wil douchen, je wil je handen wassen, je wil de afwas doen. Dat moet meteen beschikbaar zijn ook. Zeker, daar heb je warm water voor nodig. En de warmtepomp kan dat niet in 1 keer leveren. Dus die moet dat opslaan. Dus daar heb je een boilervat voor nodig. En dat is eigenlijk wel het grootste apparaat wat je erbij krijgt op het moment dat je om gaat schakelen. En is dit dan een gemiddelde grootte of is dit vooral een grotere huishouden? Ja, je zou kunnen zeggen dat dit lijkt een klein 200 liter boiler. Dat is voor een 3 tot 4 persoons huishouden. Geschikt. Afhankelijk van hoe vaak je doucht en uiteraard. Dat middelste apparaat, dat is dan de warmtepomp. En dat wat kleiner tonnetje links, dat is een buffervat. Die heb je nodig in het geval dat er te weinig
water gebufferd is in je systeem. Dus bij radiatoren bijvoorbeeld. Dan begin ik al iets technischer te worden, maar niet altijd nodig, maar soms wel nodig. Ja. Maar deze drie toestellen bij elkaar, ja, dat is je oplossing. Ja, eigenlijk vier, hè? Want ook die buitenunit die daar buiten staat, die hoort daar ook bij, toch? Ja, ja zeker. Ik had het eigenlijk over de ruimte binnen, inderdaad. Sorry. Maar ja, inderdaad, in dit geval krijg je een buitenunit erbij die je ergens zult moeten plaatsen. Op het dak, tegen je achtergevel, in je achtertuin, op je aanbouw achter. Ook daar heb ik een plaatje voor meegenomen. Je kunt hem niet zelf plaatsen, een installateur komt dat doen, maar die kan hem niet overal plaatsen. Je kunt hem niet in een nis plaatsen of in een berging plaatsen. Ja. De unit moet buitenlucht aan kunnen zuigen om die warmte op te kunnen nemen. Dus je moet eigenlijk een soort vrije opstelling hebben. Mm-hmm. Op het dak, op je afdakje buiten, achter. Of op een balkon, daar zie je het ook. Is misschien niet heel fraai, maar het kan wel. Als je het een lelijk apparaat vindt, dan kun je hem laten omkisten. Mm-hmm. Daar zijn hele mooie oplossingen voor. Dat zie je links en rechts onder. Eentje tegen de gevel met een omkisting, eentje op het dak. Maar ga alsjeblieft niet zelf een betimmering eromheen bouwen. Dan gaat het grandioos mis. Geen garantie meer. Dus ook geen schuttingen waar je klimop tegenaan kunt laten groeien en dergelijke. Nee. Allemaal niet doen. Hè? Bedoel je toch? Nee, geen klimops, geen... Ik denk dan aan die schermen die bij je kliko zet of zo. Dat soort dingen moet je er allemaal gewoon echt niet omheen zetten. Ja. Ja. Okay. De installateurs kunnen daar heel goed over adviseren. Dus luister ook naar zo'n installateur. Ja. Ja, ik hoorde eerder de vraag gesteld, hè, voorwaarden. Ja. Ja, natuurlijk zijn er voorwaarden. Die zijn niet hard, zijn niet in beton gegoten. Maar ja, dit zijn wel dingen waar je echt wel eventjes op moet letten op het moment dat je warmtepomp wil. Een warmtepomp vraagt gewoon om lage temperatuurverwarming. Wij zijn allemaal gewend om een gasketel te stoken. En dat is over het algemeen allemaal hoge temperatuur. 90 graden, 80 graden, 70 graden door je radiatoren. Binnen een mum van tijd is het warm. Mm-hmm. We hebben het allemaal comfortabel. Maar daar moet je echt vanaf. Op het moment dat je warmtepomp neemt, dan kan die hoeveelheid warmte niet leveren. Dus dan moet je met lagere temperatuur gaan werken. En dan moet je denken aan 30, 40, 50 graden maximaal. Ja. En verlaag je de temperatuur dan 's nachts ook niet meer? Minder. Mm-hmm. Op het moment dat je de temperatuur gaat verlagen, dan gaat de opwarming van je woning gaat ook langzamer. Dus dan is het niet zo dat je even aan je thermostaat kan draaien en dat het dan een half uurtje later al warm is. Ja. Dus je moet ook met het regelen van je temperatuur in de woning wel degelijk rekening gaan houden met het feit dat je dan een warmtepomp hebt. Laag temperatuurverwarming, dan moet je denken aan vloerverwarming. Dat werkt met een laag temperatuur. Of radiatoren, meestal wat grotere radiatoren, waar dan ventilatortjes onder zitten. Die de lucht wat extra stuwen, zodat de warmteafgifte in de ruimte toch goed plaatsvindt. Maar wat ik net zei, dus laag temperatuurverwarming, lagere temperatuur, lagere opwarming, betekent ook dat je sneller tocht ervaart. Dus je moet een woning ook beter isoleren. Dus lage temperatuurverwarming vraagt weer om betere isolatie van je woning of betere kierdichting. En betere kierdichting, nou ja, je hoort het al, hè? Je sluit de woning een beetje af. Ja, dan krijg je minder ventilatielucht, minder verse lucht binnen. Daar moet je je woning weer goed voor ventileren. Dus je merkt al, er zit een soort treintje in de aanpak. Hè? Het is niet van, ik ga morgen een warmtepomp aanschaffen en ik ben klaar. Nee, dit is iets wat je moet plannen voor de komende jaren. Daarnaast even als onderste nog, ja, warm tapwater. Heel belangrijk in principe. Nu kijken we er eigenlijk niet naar om. Je ketel die levert warm water. Maar een warmtepomp heeft er veel meer moeite mee. Dus je hebt een boilervat nodig, wat we net op dat plaatje zagen. Ja, kan die op je zolder staan? Heb je een vlierinkje? Ja, dan wordt het al wat lastiger. Stel je voor dat er een grote regenton binnenkomt. Zo probeer ik het altijd een beetje uit te leggen. Je hebt een grote regenton, die moet wel binnen. Want die maakt je warm water. Heb je daar plek voor? Waar ga je die neerzetten? En je staat ervan versteld hoe vaak ze die ton toch binnenkrijgen. Ja. Maar ja, het zijn echt wel dingen waar je goed op moet letten. En je goed over moet laten informeren. Ja. Nou, je noemde net dat treintje. Ja. Ja. Dit is een ons wel bekende treintje. Op het moment dat wij gaan adviseren voor een klant. Dan is dit gewoon het stappenplan. Dus begin met isoleren. Zorg dat je woning goed geïsoleerd is. Kierdicht is, dat er niet te veel koud van buiten binnenkomt.
Daarna moet je natuurlijk ventileren, want je hebt de woning goed afgesloten. Maar op het moment dat je dat voor elkaar hebt, dan kun je naar de duurzame oplossingen. En dan, ja, hier staat duurzame energie opwekken. Dat betekent dus zonnepanelen bijvoorbeeld, om energie uit de zon te halen. En dat helpt je ook weer om het elektraverbruik van die warmtepomp, die je in de laatste stap gaat nemen, een klein beetje op te vangen. Ja, eventueel zou je die om kunnen draaien. Want je zou natuurlijk ook eerst een warmtepomp kunnen plaatsen en dan het aantal panelen wat je nodig hebt leggen. Ja. Maar ja, dat sloot het is niet in beton gegoten. Nee, zeker. Maar als we adviseren, dan adviseren we altijd om het in een logische volgorde te doen. En dan is dit gewoon de beste volgorde. Ja, zeker. Okay. En misschien nog een mooie aanvulling op lage temperatuursverwarming. Wat we ook wel eens doen is dat we zeggen, ga eens warmtepomp stage lopen. Nou, dat klinkt zo heel heftig. Maar dus je ketel eigenlijk gewoon omlaag zetten. Ga eens kijken wat er gebeurt als je ketel lager zet. Staat hij op 80 of 90 graden? Dus dat wil zeggen dat de ketel 80, 90 graden afgeeft en dat door de radiatoren gooit. Zet het eens terug naar 60. En krijg je het dan nog warm? Of heb je het dan eigenlijk gewoon steenkoud? En hand in eigen boezem. Ik heb het gedaan en bij mij werd het koud. Dus ik zat allemaal aan die thermostaat te draaien, want het moet hier warm. En ineens, oh, ik heb die ketel omlaag gezet. Dus ik moet iets gaan doen. Ik moet gaan isoleren, want ik ben gewoon nog niet ver genoeg om dus al naar die warmtepomp over te kunnen stappen. Kun je een beetje checken hoe ver je staat. De warmtepompproef. Ja, inderdaad. Ja. Je en ter aanvulling, ik ben overgegaan naar trippelglas. Dus ik hoop dat ik het nu wel kan. maar we zullen zien, want ik word recent geplaatst. Oké, dankjewel voor je verhaal, Arjan. Kijk even naar Iris. Zijn er inmiddels nog vragen of reacties binnengekomen? Er zijn nog vragen binnengekomen. We kunnen niet alle vragen in dit webinar beantwoorden, maar daar komen we dus later nog op terug. Mm-hmm. Maar een van de vragen waar jullie denk ik wel antwoord op kunnen geven is: hoe efficiënt is een warmtepomp die alleen warmte uit lucht haalt in een koude winter? Hoe efficiënt is een warmtepomp? Ik haal het even hier aan tafel voordat het onduidelijk is. Hoe efficiënt is een warmtepomp in een koude wintermaanden? Ja, daar is nooit denk ik 1, 2, 3 antwoord op te geven, maar niet zo heel efficiënt. Want hij moet warmte uit de lucht halen. Hij moet een bepaalde warmtebron hebben. En daar stopt hij die elektra bij, dat plaatje wat Arjan liet zien. Dus dan gaat hij geen 400% halen. Nee, maar je moet rendement ook niet zien op enkele momenten. Nee. Je moet het rendement van de warmtepomp moet je zien over een hele stookperiode. En die stookperiode is over het algemeen van oktober tot en met maart. Soms wat langer, afhankelijk van hoe goed geïsoleerd je woning is. Mm-hmm. En inderdaad, hij presteert minder bij min 5. Mm-hmm. Maar hij doet het nog wel bij min 5. No. Dus over die hele stookperiode heen is het best mogelijk dat hij wel die 400 of 300 of misschien wel 500% haalt. Ja. Zeker. Maar je ziet het dan dus dat het elektraverbruik in de winter toeneemt. Neemt zeker toe. Ja. Als het heel koud is buiten, moet er meer elektra in dan dat het 15 graden buiten is. Oké, okay, duidelijk. Zijn er nog andere vragen? Er is nog één andere vraag. Bij hoeveel gasverbruik is het interessant en rendabel om een hybride warmtepomp aan te schaffen? Ik denk dat we daar zo nog even op terugkomen. Ik heb een plaatje meegenomen zometeen inderdaad. Om een berekening te kunnen laten zien. Waar we voorbeelden laten zien. Ja. Oké. Okay. Nou, Brandlos? Ja, ik kan zeggen, vertel. Jij hebt de berekening wel. Oeh, hij staat al klaar, het plaatje. Ja. Nou. Oké, dit is dus het plaatje. Ik heb even grofstoffelijk opgesomd wat de kosten van een warmtepomp zijn. Pin me er niet op vast. Dit is echt eventjes uit de dikke duim, zeg maar. Heel veel tekst, maar ik zal kort uitleg geven. Je ziet 4 rijen. Ik heb op de bovenste 2 rijen heb ik de hybride warmtepomp neergezet. Dus met een cv-ketel ernaast. De bovenste rij is dat je je eigen ketel houdt en dat je daarnaast een warmtepomp plaatst. Op de tweede rij staat het nieuwe systeem, nieuwe hybride systeem. Dus een nieuwe warmtepomp met een nieuwe ketel. Mm-hmm. Op de derde rij, dat is de all-electric warmtepomp op buitenlucht. Dus dat is dat ene plaatje wat ik mee had genomen met die buitenunit. En de onderste rij, dat is een warmtepomp, all electric, maar dan met een bodemlus. Dus dan moet er een boorinstallatie in je tuin komen om daar een lus te gaan leggen. Nou, je kunt je voorstellen dat dat wel een stukje duurder is. Ja. Maar alleen dat boren is al heel erg prijzig. Zeker. Los dat je dat niet overal mag doen. En als hij ook in je tuin past, want soms past hij niet eens in je tuin.
Maar je ziet dus in de tweede kolom waar de aanschafkosten inclusief installatie staan. Even weer goed ingeschat. Waarbij ja, die bodemwarmtepomp wel heel erg duur is. De all-electric luchtwarmtepomp wat goedkoper. En zo zie je het goedkoper worden richting de hybride warmtepomp waar je eigen cv-ketel houdt. In de derde kolom subsidie. Maaike zei het al, ISDA-subsidie op alle luchtwarmtepompen, luchtwater- en waterwarmtepompen zijn gewoon subsidies te verkrijgen. Lucht-lucht niet, dus de airco's niet. Nee. Maar de oplossingen die wij hier laten zien wel. Dat kan aanzienlijk zijn, zo'n subsidie, en je enorm helpen in de aanschaf daarvan. Even om budget vrij te maken. Ja. Zeker, dat zijn mooie... En dan komen de berekeningen. Misschien wat ingewikkeld, maar mensen thuis, je kunt waarschijnlijk als je straks nakijkt nog even op pauze zetten en even rustig nalezen. Ik heb de twee laatste kolommen, daar heb ik een voorbeeldwoning genomen. De eerste daarvan is een voorbeeldwoning die een gasverbruik heeft van 1000 kub. Mm-hmm. En de laatste kolom is een woning met een gasverbruik van 1500 kub. Dat zijn de redelijk gangbare verbruiken voor gas. En je ziet dan bij die van 1000 kub, daar heb ik het wat verder uitgewerkt. Je ziet dat je een gasbesparing gaat krijgen. Want je gasverbruik neemt af. En in het geval van die all-electric warmtepomp heb je zelfs geen gasverbruik meer. Dus dan bespaar je naast dat alle gaskosten vervallen ook nog eens de vaste rechtkosten. En die zijn vaak ongeveer €200 per jaar. Dus je hebt een enorme besparing op gas, maar zoals ook al gezegd, er gaat meer elektra verbruikt worden. Dus je krijgt wat elektrakosten voor terug. Die is gelukkig iets goedkoper dan gas. Ja. Dus je gaat terug met je gas, maar je moet weer een beetje elektra bijbetalen. En onder de streep levert het dan toch nog een besparing op. Die zie je dan in alle kolommetjes staan, waarbij ja, de bodemwarmtepomp het meeste bespaart, maar ook het meeste kost. En ja, dat is natuurlijk een afweging die ik niet direct kan maken, maar dat hangt van elke situatie af, wat je daarmee wil. Ik hoop dat daarmee ook de vraag beantwoord is van deze vraagsteller. Ja, inderdaad. Ik denk, ja, afhankelijk van je gasverbruik kun je dus wel heb je in ieder geval een indicatie wat je kunt gaan besparen per jaar. Klopt. Het hangt ook echt wel een beetje van je gasverbruik af. Als je een gasverbruik hebt van 600 kub, dat is niet veel. Hè. Dus dan ben je bijvoorbeeld zelf al heel erg zuinig bezig met stoken. Ja, dan is je besparing ook minder. Ja, en dan is het rendement dus ook wat minder. Ja. Zo moet je het wel dan zien. Dan is het wellicht eerder uit de duurzame motivatie, verduurzamingsmotivatie. Dat kan. Dan ervoor Ja, en uiteindelijk moet je. Dus het is ook wel van het kiezen voor de beste oplossing voor de toekomst. Mm-hmm. Dus toekomstgericht denken. Ja. Okay. Niet vandaag en morgen, maar vooral wat verder vooruitkijken. Dankjewel. Ik zie dat we nog een vraag hebben. Brand los. Ja. Ik denk een vraag over dit verhaal. Wij hadden afgelopen jaar 380 kub gasverbruik. Is een hybride warmtepomp dan wel rendabel? 380 kub gas per jaar, dat is niet veel. Nee, dat is een heel laag gasverbruik. Dat is heel laag. Wat is rendabel? Dan wordt het heel lastig om om daar een gunstig rendement uit te halen. Bij gunstig rendement denken wij aan dat je de investering terugverdient voordat het apparaat weer aan vervanging toe is. Ja. Nou, dat is bij een warmtepomp 15 tot 20 jaar. Dus ergens daartussen waarschijnlijk. Ja, als je het binnen die tijd niet terugverdient, ja, dan is het op papier niet rendabel. Dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Hè, want we zullen allemaal richting aardgasloos moeten. Mm-hmm. Dan is het misschien zijn dat wel de huishoudens waar juist andere oplossingen... we hebben nu gefocust op een warmtepomp, waar andere oplossingen straks gunstiger zijn. Als je die hoeveelheden warmte of gasverbruik hebt, is denk ik heel interessant om goed te kijken met hoeveel van dat gas zit me in tapwater. Als dan blijkt dat meer dan de helft voor tapwater is, omdat je gewoon heel vaak een trui aan doet of weinig thuis bent. Of nou, noem allerlei argumenten waarom je je ruimte weinig verwarmt. Ja, dan zit je uitdaging veel meer op tapwater. En misschien is dan een systeem wat gunstig tapwater maakt,
as we speak, als je een keuze moet maken, verstandiger om iets met je tapwater te gaan doen dan een hybride warmtepomp. Ja, maar dat hangt allemaal heel erg van de situatie af. Dus het is denk ik heel erg goed om goed na te denken met waar verbruik ik mijn gas aan? Hoe wil ik naar de toekomst? Wil ik voorsorteren en wil ik klaar zijn? Zie ik wel wat er op me afkomt? Ja. Moet ik toch eigenlijk nog... Ik wil eigenlijk wel comfortabeler leven, want het is wel een heel koud huis. En het waait er eigenlijk gewoon dwars doorheen. Daarom zetten we de thermostaat laag, want het heeft toch geen zin. Dat zijn allemaal andere redenen waarom dat gasverbruik zo laag kan zijn. En daarnaast moet je natuurlijk ook rekening houden met het feit dat steeds minder mensen op een gasaansluiting zitten. Dus steeds minder mensen moeten die vastrechtkosten gaan betalen. Dus dat vastrecht gaat toenemen, daar gaan meer kosten aan zitten. Ja. En daarnaast, als je je gas los kunt laten en over kunt op elektra, en je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om zonnepanelen te leggen, dan hoef je de elektra voor een deel niet in te kopen. Ja. Dan pak je eigenlijk de extra winst haal je dan met die zonnepanelen. Mm-hmm. En er zijn geen zonnepanelen die gas opwekken. Dus uiteindelijk moet je toch van het gas af en kun je dat op een goede, duurzame manier wel doen. Ja. Heel interessant wat je zei, want het klinkt echt als maatwerk dan per huishouden. Ja, daar komen we straks nog op terug, maar daarvoor ben jij natuurlijk ook als duurzaamheidsmakelaar om dan... Om samen te kijken naar wat maakt dat bezoeken aan huis en dat zomaar adviezen roepen, wat wij nu eigenlijk doen, dat er eigenlijk bijna al mogelijk is. Nou, je kunt alleen informeren nu. Ja, het is vooral wat we nu vooral proberen is te brengen hoe werkt een warmtepomp en waar moet je aan denken en waar moet je rekening mee houden. Maar mijn advies is iets heel anders als ik bij oudere mensen kom die het eigenlijk allemaal wel prima vinden en misschien over een paar jaar toch willen verhuizen. Of dat ik bij een jong gezin kom net de woning heeft aangekocht waar een klein kindje op komst is en waar het perspectief de komende jaren hier wonen is. Dat zijn wel voor mij twee andere adviezen. En tuurlijk kan ik daar technisch hetzelfde verhaal vertellen. Mm-hmm. Maar comfortwensen, toekomstperspectief, investeringsbereidheid, alles speelt mee. Dus het is heel erg maatwerk. En het is heel erg kijken naar wat past en wat past niet. En Arjan die zei toen straks al van, dat is een vat van circa 200 liter. Ben je met z'n tweeën of ben je met z'n zes in een huis? Als jullie met z'n allen willen douchen, achter elkaar aan. Je hebt maar één wat. Mm-hmm. Dat moet wel kunnen, simpel gezegd. Dus ik kan wel zeggen, 200 liter is altijd goed. Ja, dat weet ik niet. Dat hangt per situatie echt heel erg afhankelijk van het totaalplaatje. Dus het is zeker maatwerk, absoluut. Oké, maar ben ik toch nog wel benieuwd. Zijn er dan wel woningen die meteen al geschikt zijn voor een warmtepomp? Jazeker. Wij reflecteren dat een klein beetje aan het energielabel. Dat is geen 100% garantie, maar je zou wel kunnen zeggen dat als je nou het energielabel van je woning weet en je hebt een label A-klasse of een label B-klasse, dan weet je eigenlijk wel, je bent redelijk klaar voor een warmtepomp. Zit je in de klasse C of D, dan is een hybride warmtepomp misschien een oplossing, omdat je dan nog met je gasketel wat kunt. Maar all electric moet je dan niet doen. Dan moet je echt eerst een beetje bij isoleren of wat kierdichting aanbrengen om het allemaal wat beter te maken voor betere ventilatie. Zit je nu in een klasse E, F of G, ga dan echt, pak dat treintje van ons en begin bij het grote rode plaatje. Dus eerst isoleren. En dan heb je eerst nog wat stappen te maken. Hebben we nog... Interessant is om aan te stippen is dat vergunningen ook een rol kunnen spelen. Ja. Het is niet zo dat je zomaar de buitenunit, want daar spreken we eigenlijk vooral om de buitenunit, vergunningstechnisch komt daar de vergunning om de hoek kijken. Maar een buitenunit zomaar aan je gevel hangen boven een voetpad, dat mag niet. Daar vindt welstand wat van en de veiligheid technisch. Ga jij een buitenunit op een afdakje zetten en dat afdakje is eigenlijk niet sterk genoeg, dus dan moet je gaan verzwaren, dan ga je je constructie aanpassen, ook dan ben je vergunningsplichtig. Dus het is niet zo dat als de installateur zegt, kom, we kunnen het installeren en we plaatsen dit bij, we doen dat of we doen zo of we doen zo, dat altijd zonder vergunning kan. En aan de ene kant denk ik altijd, vergunningen, dat wil ik helemaal niet, want ik wil er helemaal niet op wachten en ik wil niet dat er, ben ik wel afhankelijk van iemand anders.
En meteen zeg ik dan eigenlijk zelf altijd, ja, maar zoals het er in Spanje uitziet en overal die airco units of die buiten units die je dan ziet hangen, dat willen we ook niet. Dat vinden we met z'n allen hartstikke lelijk. Dus dat daar een vergunningplicht aan zit, ja, dat vind ik eigenlijk niet eens zo heel gek. Ja. Zowel veiligheidstechnisch als zo'n ding boven de stoep hangt. Ja, wie weet valt er wel naar beneden omdat het niet zo goed is vastgemaakt. Ja. Maar ook dat zo'n ding aan de muur hangt en dat er zes naast elkaar hangen in een appartement of zes op een balkon. Weet ik veel, verzin het. Ja, dus daar zitten ook wel wat grenzen aan. En het is niet zo dat ik nu in 1, 2, 3 kan zeggen met nou dan moet je dat en dan moet je dat. En dan heb je wel een vergunning nodig en dan niet. Ja, in basis in je achtertuin op de grond niet. Nee. Maar dat is ook de enige die ik vrij zeker er zo durf te zeggen. Houd er rekening mee op het moment dat je het erover hebt waar je hem wil plaatsen met de installateur. Ja. Dus boven op je voordeur afdakje, ja, dan heb je echt een onvergunning. Ja, en ga het niet zelf doen, hè? Nee. Dat is ook zoiets. Je werkt met koude middelen, dat is echt, dat is gevaarlijk om mee te werken. De mensen die warmtepompen aansluiten, dat zijn gecertificeerde lui, die zijn opgeleid, die hebben de papieren om dat te doen. Die doen dat met allerlei veiligheidsmaatregelen. Ga daar niet zelf aan knutselen. Het zou eigenlijk ook heel raar zijn als je bedenkt hoe giftig dat koude middel is. Als je dat ook maar een beetje de tuin in laat stromen. Terwijl we hartstikke duurzaam bezig zijn. Ze gaan onze wereld redden en we zijn bezig met een betere wereld. Maar we gooien wel de grootste rotzooi in onze tuin en alles gaat daar dood omheen. Mm. Ja, dat moet je gewoon helemaal niet willen. En ik denk ook dat je dat niet goed kunt afpersen zelf. Daar heb je echt wel, daar heb je professionals. Nee, dus laat je altijd goed adviseren. Ja. Meerdere bedrijven vragen ook om offertes. Ja, vraag gewoon offertes op en doe dat bij 2 of 3 bedrijven. Dan kom je er niet goed uit met die offertes. Volgens mij heb je de mogelijkheid om naar Maaike te stappen en daar wat extra advies te krijgen. Van wat moet ik nou met die offertes? Maaike leest zo'n offerte een stukje makkelijker dan die mensen thuis. Dus ja, maak daar gebruik van. Ja. Goed bruggetje, denk ik ook wel. Heel mooi bruggetje. Niet ingestudeerd, maar wel een mooi bruggetje. Nee, ja, want woont u dus in Kurijnstok en wilt u gebruik maken van de diensten? Ja, hier, misschien kun je er zelf even over vertellen. Ja, ik ben de duurzaamheidsmakelaar. En wat ik al eerder heb gezegd, heel veel mensen ken ik inmiddels. Gelukkig, dat mag na toch wel wat jaartjes. Maar ik mag gratis in Tilburg-Noord of in Kurijnstok, moet ik het goed zeggen. Het is een kleiner deel dan Tilburg-Noord. In Kurijnstok helpen om mensen te verduurzamen. En dat kan inderdaad, wat Arjan zegt, meekijken met een offerte. En weet ik het niet, dan zal ik altijd Arjan even bellen met, hey, kijk eens even mee, wat vind jij hiervan? Maar dat kan meekijken zijn in een offerte. Dat kan meekijken zijn in de woning. Dat kan meekijken en helpen met het aanvragen bij het warmtefonds met leningen. Er kunnen kleine, grote vragen, nou, noem alles maar op. En daar hebben we eigenlijk verschillende wegen voor. We hebben één elke vrijdagochtend bij de KBO in het Hazennest, dus nabij de Lidl, voor de Lidl, heb ik een inloopspreekuur van 9 tot 12. Daar kun je zonder afspraak binnenlopen en kun je mij een vraag stellen. Kan ik beantwoorden? Hebben we daar gewoon een gesprek over? Kan ik dat niet? Dan kom ik daarop terug. Ja. We hebben een e-mailadres, kurijnstok@tilburg.nl, waar je alle vragen heen kunt sturen. Op duurzamertilburg.nl/kurijnstok staan nog meer dingen waar we mee bezig zijn en wat we doen en hoe we mensen helpen. En daar zou je ook eventueel een gesprek met mij aan kunnen vragen. Als je daar een mailtje heen stuurt of je aanmeldt via de website, dan neem ik contact op om even langs te komen. We proberen ook altijd iets in de wijkkrant te zetten. En we proberen, zeker nu het seizoen weer begonnen is, probeer ik samen met Menno activiteiten te ontplooien. Ja. Bijvoorbeeld, vorig jaar hebben we warmtescans gedaan. En we hebben een paar blow-doortests gedaan die we ook in een avond hebben gepresenteerd. Eigenlijk allemaal om er samen van te leren en om iedereen verder te helpen. Ja. Als de buurman iets heeft gedaan in exact hetzelfde huis, ja, dan is de kans heel groot dat daar precies hetzelfde bij jezelf moet gebeuren. Nee. Ja, dat zijn denk ik de beste manieren om je woning te verbeteren. Ja, precies. En daar probeer ik in te helpen. Dus als de buurman niet bekend is, maar ik ben wel in een soort gelijk huis geweest, ja, dan kan ik je wel vertellen met, hey, wacht even. Volgens mij heb je hier een probleem, want zo en zo en zo. Ja. Dus dat zeker. Misschien nog een kleine aanvulling. Dus mochten mensen graag ook de nieuwsbrief, digitale nieuwsbrief per mail ontvangen, kun je je aanmelden via het e-mailadres kurijnstok@tilburg.nl. Dan wil ik eigenlijk iedereen heel erg bedanken voor het kijken. Ontzettend bedankt Maaike, Arjan, voor jullie verhaal, duidelijke uitleg. Laat ons nog even weten via de chat wat u ervan vond.
Houd dus uw brievenbus en e-mail in de gaten voor de komende acties. Want we hebben nog heel veel leuks in petto dit najaar en winter. En we hopen u snel weer te zien. Dank u wel.